Mijn naam is Simon November en dit is Test Talks. Een fietshelm dragen is altijd een goed idee. En zeker als je met een speed pedelec op de baan gaat, want die kan maar liefst 45 km per uur halen. Onze mobiliteitsexpert Steve heeft 8 van die fietshelmen speciaal voor speed pedelecs aan een test onderworpen en hij zegt waar je moet op letten. Op de speed pedelec is een helm verplicht. Een gewone elektrische fiets kan snelheden halen tot 25 km per uur, maar een speed pedelec kan snelheden halen tot 45 km per uur. En daarvoor heeft de wetgever beslist dat een fietshelm verplicht is. Dat kan ofwel een bromfietshelm zijn, maar dat kan ook een fietshelm zijn speciaal voor de speed pedelec. En dat is eigenlijk een gewone fietshelm die moet voldoen aan de norm EN1078, maar daarbij hoort ook de voorwaarde dat hij de slapen en het achterhoofd duidelijk moet beschermen. En deze is dan een gewone fietshelm en hier zie je dan duidelijk dat het achterhoofd en de slapen eigenlijk niet bedekt zijn. Dus deze helm is niet geschikt voor de speed pedelec. We hebben er 8 getest, maar 8 zullen zeggen, maar daarbij horen wel eigenlijk 144 crashtests en 144 keer dat de computer aan het rekenen moet gaan. Dus dat is best wel indrukwekkend. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat we strenger testen dan de Europese norm. Volgens de norm laten we eigenlijk de helm vallen op een recht oppervlak en meten we in de 3 dimensies. Wat wij toevoegen is een val op een schuin oppervlak, waardoor je ook een rotatie krijgt. En we hebben data van echte ongevallen die aantonen dat net die rotatiekracht een heel grote impact heeft op de hersenen. Je kan dat ook thuis zelf zien als je zo een sneeuwbal hebt en als je die met een klap op tafel zet, gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Het is pas als je die roteert dat je die sneeuwglitters zal zien bewegen. En het is net dat gebeurt in de hersenen. En door die test en door onze publicaties en door ons lobbywerk zijn we eigenlijk heel blij dat in de toekomst onze methodologie ook zal toegepast worden in die Europese norm. Maar we kunnen eigenlijk concluderen dat alle geteste helmen wel een behoorlijke bescherming bieden. Het is niet zo dat de duurste helm per se de beste is. Omgekeerd wel, de goedkoopste helm scoort het minst. Maar eigenlijk zijn we nog altijd heel tevreden over de kwaliteit daarvan. Vandaar dat hij ook het label beste koop krijgt. Naast die veiligheid die wij getest hebben, zijn toch nog een aantal andere aspecten belangrijk. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat de helm goed moet passen. Dus eigenlijk is dat niet een item om online te kopen, maar beter is om die te passen in de winkel. Voor een speed pedelec helm is het natuurlijk wel aangenaam dat die beschikt over een vizier, zodanig dat je bij hoge snelheden wind en stof uit je ogen kan houden. En als je helemaal los wilt gaan met die fietshelm, zijn er nog allerlei vormen van slimme fietshelmen met ingebouwde verlichting, richtingaanwijzers, maar ook valdetectiesensoren die dan uw partner of iemand anders bericht geeft als je een val maakt. Uiteraard is een ongeval vermijden nog altijd beter. De snelheden zijn wel behoorlijk. Andere weggebruikers kunnen dat niet altijd goed inschatten, dus wees toch maar voorzichtig. Wil jij weten welke speed pedelec helm je moet kopen? Ga dan naar de resultaten van onze test en die vind je hier.